allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farm Simulator 2017. Mijn naam is Michael en vandaag weer een pagina vol met nieuwe updates en nog iets speciaals. Om te beginnen gaan we beginnen bij het begin. We hebben hier Starters Day Well, we got some breaking news for you. Just a few minutes ago, I found Farm Simulator 2070 picture with the Case IH Opticum Tractor en de Homa Terro DOS, zoals je daar kan zien, en hier de case. Deze krijg je dus tegenwoordig ook bij. It's possible you may see this picture at each console version pre-order. If you not, you may watch it closely now. Zoals je kan zien, heel veel verschillende soorten nieuwe dingen. Hier de, tenminste geen nieuwe dingen, oude dingen, maar hier heb je nog de oude oogmachine van, nou ja, oude van de Gold Edition. Zie je toch dezelfde trekker. Deze is wel nieuw, ziet er wel stoer uit, moet ik eerlijk zeggen. En zo dat een beetje door. Dan gaan we naar de volgende. Let's cut some tree down in de FS17. Is hij de Shumper Rustlen? Ja, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar in ieder geval is de Tree Heavy Ruster. Is echt een mooi dingetje. Lekker compact, maar wel goed. En hier hebben we een steel. Eindelijk de echte steel hebben we ook in de game. De echte steel chainsaw. Kost 1000 euro, 5 euro per dag. Ja, gewoon een goede kettingzaag. Eindelijk een keer een goed merk. Tenminste een merk wat ik altijd gebruik. Ik zeg niet dat anderen niet goed zijn, maar het is een merk wat ik ook gebruik. Discover the new map in farming. Discover the new map, the cart include the collector's edition. Woodcutting returns to 2017 with more options for chopping transportation than ever before. Dit is een kaart die je bij de collector's edition voor farming 17 krijgt. Voor mij zie ik hier ook weer een Husqvarna liggen, deze, maar dat weet ik niet zeker. Hebben we weer een video. Jawel, dames en heren, weer een video. Nou, zoals je hier kan zien, staat er eigenlijk alles wat er in de video wordt laten zien. Ik kan helaas geen geluid erbij doen. Vorige keer heb ik daar ook copyright recht op gekregen. En ik doe hem ook niet fullscreen. Dat maakt ook niet uit. Nou, screenshots. Helemaal mooi. Maar daar kom ik niet voor. We hebben hier... ja, je kan zien. Het is trouwens geen trailer, maar gewoon een video die iemand anders heeft gemaakt. Die voorstekker, super tof. Hier heb je dus dat de mooie zager. Nou, dan hebben we hier een... het is allemaal forest, of niet? Nee. Maar in ieder geval weer een lijst met een heleboel dingen. Het linkje staat in de beschrijving, mocht je eventueel ook willen kijken. Daar kan dat. Want deze video vind ik daar nog niet zo interesting, zeg maar. Het lijkt erop. Dit is een video van Dagowind, volgens mij. Hey everyone, I'm going to show a mini clip of the Big X. Of niet, is het geen niet van Dagowind. Het is wel hetzelfde soort lettertype. Nou, zoals je hier kan zien, hebben we de Kroner en de Big X580 en natuurlijk de pack ervoor. Nou, volgens mij gaat hij niet echt een ding... Oh, hij gaat hier beginnen met oosten. Klapt het mooi uit. Hij heeft de JCB ervoor, mooie combinatie op zich. Backie vind ik nog wel redelijk klein. Ja, oké. Okay. Op zich is daar niet zoveel aan veranderd. Wil je het linker video nog steeds zien? Kan dat hier beneden. En natuurlijk komt er nu een hoop foto's. Zoals je hier kunt zien heb je de Kroner. Dat is gewoon die mooie bak die je net ook zag. Dan een JCB, dat is deze. Kroner, Big X, 580. En... wat ik ook net zei. En verder rest heb ik eigenlijk niet. Heb ik alles al. De effect sheet is a huge one. We split in two. To make some space. Wat natuurlijk. Het wordt steeds sneller en sneller. Maar dames en heren. Verder ben ik druk bezig. Tenminste. Ik heb natuurlijk de 3000 abonnees gehaald. Farming 17 komt bijna uit. Jullie zien hem misschien er al wel aankomen. Ja dames en heren. Ik wil Farming 2017 weggeven. Of Farming 17 weggeven. Hoe vaak weet ik nog niet. Misschien één, misschien twee keer. Dat doet het niet toe. Dat zien jullie vanzelf. Wees niet getreurd als je hem niet gaat winnen.
Dat kan. Maar om heel simpel te zijn, ik ga nu een uitlegvideo maken hoe je de giveaway kan winnen. Dat is heel simpel. Door hier beneden een reactie achter te laten waarom jij hem zou moeten hebben. Niet van, ik wil hem graag omdat, of tenminste, ik wil hem graag. Of, maar echt een verhaaltje maken waarom jij hem zou moeten winnen. Verder is natuurlijk de video even liken. Als je nog niet geabonneerd bent, even abonneren. Je kan me volgen op Instagram. Doe dat eventjes op Instagram. Instagram kan je volgen op Mike Thijsteman. Volg me er even op. En volg me ook eventjes op Twitter. Zodat jij op de hoogte blijft van eventuele updates. Waarom er geen video is, waarom er wel een video is. Enzovoort, enzovoort. Doe dat gewoon heel simpel. Gewoon door hier beneden eventjes te kijken. In de beschrijving staan allebei de dingetjes. En vergeet natuurlijk niet wat ik net al zei. Even een like omhoog te gooien. En een goede reactie achter te laten. En dan maak jij kans op Farming Simulator 17. En dan kan je natuurlijk gezellig bij mij op de server komen spelen. En ja, ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Zo ja, geef dan een blauw duimpje omhoog. Sowieso wel handig als je de giveaway wil winnen. En dan zie ik jullie de volgende video weer terug. Dus dames en heren, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet het blauw duimpje omhoog niet te doen. Vergeet het beneden dus niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer. Dus dames en heren, tot de volgende keer. En ik zeg natuurlijk zoals altijd, later.